Kijkers en luisteraars, een vaart goedenavond. Welkom bij SBS Reports van zaterdag 3 oktober, de binnenlandse berichten. Minister Gillio Dodson van Natuurlijke Hulpbronnen, NH, heeft vandaag zijn kennismakings- en oriëntatiebezoek aan Nikeri afgerond met bezoeken aan de dienstwatervoorziening in de oostelijke polders te Paradise, Heenaar en Wageningen. Eenmaal in Wageningen deed de bewindsman ook de oversteek naar het inheemse dorp Post Utrecht. Dodson zegt zeer tevreden te zijn over vooral de zeer gemotiveerde medewerkers die hij tijdens zijn bezoek aan de verschillende afdelingen heeft gezien. De bewindsman is erg ingenomen met het feit dat de medewerkers, ondanks het feit dat de faciliteiten niet altijd meezitten, hun uiterste best doen om zaken draaiende te houden. En om ervoor te zorgen dat er de kwaliteit van zowel energie als water in de districten dat optimaal is. En mijn zeer hoge complimenten en waardering daarvoor. We hebben genoeg handvaten, of laat me eerst even zeggen, dus dat de reden waarom wij gekomen zijn naar het veld al, die zijn voor... Kijk, als je beleid wil maken, dan kan je ervoor kiezen om het te doen van achter je bureau. Of je kan kijken hoe het is in het veld. En op basis daarvan kijken wat de mogelijkheden zijn. Onze president heeft in de jaarreden laatst een zeer realistische en eigenlijk down-to-earth begroting gepresenteerd. Dat betekent dat er niet veel geld is om te werken, maar dat efficiëntie en creativiteit eigenlijk de grondslag moeten zijn voor de komende periode. En om dat te doen, is het wel heel belangrijk dat je weet wat er is in het veld. Weten hoe je efficiënt en, hoe zal ik het zeggen, dat je weet hoe je efficiëntie kan veroorzaken, kan stimuleren in de verschillende departementen en afdelingen. En dat hebben we gedaan in deze dagen. De juiste feel proberen te krijgen. De juiste directieven proberen te formuleren hoe wij verder zullen gaan. Efficiëntie, dat is het keyword. Zij al ook in de reden van de president. De verschillende diensten die u hebt bezocht, hebben we gemerkt dat er wel nogal wat efficiëntie nodig is. De problemen zijn identiek. Personeelstekort, vooral bij de diensten watervoorziening. De werkomstandigheden, de fysieke toestand van de gebouwen is niet zo wat het wezen moet. Wat denkt u aan deze zaken te zullen doen en binnen hoeveel tijd? Nou, dus als ik kijk naar het masterplan voor wat betreft water, is dus dat wij de hele kustvlakte goed willen ontsluiten. Ervoor zorgen dat er genoeg bronnen zijn die water aanleveren. Of dat er op voldoende manieren zijn hoe water gebracht wordt. En dus dat het systeem zo snel mogelijk opgezet wordt en overgedragen wordt aan de SWM. Dus dat betekent dus dat er een heleboel dingen die nu gaande zijn, een beetje in dat licht gezien zullen worden. En ik heb gezien dus bij de stations van dienstwatervoorziening dat ze inderdaad heel slecht aan toe zijn. En dus dat er ook gewerkt wordt, vooral op Heena, daar is het begonnen, aan het upgraden van die faciliteit, het brengen naar een bepaalde standaard. En daar gaan we mee beginnen en we gaan het gewoon doorzetten naar de andere stations. En Nikeri in zijn totaliteit en Wageningen ontsluiten, de gebieden ontsluiten, nieuwe systemen aanleggen omdat er ook nog asbestcement leidingen nog lopen. Dat alles vernieuwen en kijken hoe wij dus dat in deze periode, dus in 2016, kunnen realiseren. Zodat wij de rest van het beleid kunnen uitvoeren in de volgende jaren. Op Paradise bijvoorbeeld hebben we kunnen merken dat er veel water wordt verspild. Vanwege het feit dat een van de tanks daar lekkages vertoont. Ja, dus eigenlijk, dat is een hoofdstuk apart wat ik daar heb gezien. Daar moet er snel iets komen. Ik heb begrepen dus dat de aannemer van Heenaar daar naartoe zal gaan naar Heenaar. En dat wij dus ervoor moeten zorgen dat hij zo snel mogelijk afrondt, dat hij verder kan gaan. In het inheems dorp Post Utrecht tegenover Wageningen aan de linkeroever van de Nikeri-rivier
nam de minister ook een kijkje. De ongeveer 20 gezinnen die daar woonachtig zijn, verlangen ernaar uit het donker gehaald te worden. Kinderen die de school bezoeken, kunnen 's avonds geen schoolwerk doen. Kapitein Dorothy Marius hield deze zaken voor aan minister Dodson. Volgens de bewindsman is er al een oplossing voor het stroomprobleem waarmee Post Utrecht kampt. Er zijn wat klachten gedaan. Er was ook aangegeven wat er precies was beloofd. We gaan het natuurlijk meenemen, onderzoeken, kijken wat de zaken zijn. In feite, er is eigenlijk al een oplossing voor Post Utrecht. Je hebt dus dat de EBS al wil aansluiten, maar dus dat omdat daar geen geregistreerde straten en dat soort dingen heeft, geen huisnummers en zo. Dus dan moet er iemand zijn op wiens naam de aansluiting zal komen en die dus dan daarvoor zal zorgen dus dat het dat het verder goed gemonitord wordt. En de kapitein heeft aangegeven dat zij dat op zich zal nemen. Ze is bezig nu haar huis op te zetten, dus dat zal het centraal distributiepunt gaan worden. Maar de EBS heeft dus al de voorzieningen daarvoor. En nu dat rond is, dan zullen ze krijgen. Ze hebben ook aangegeven dat er bepaalde dingen beloofd zijn, dus dat gaan we ook direct even mee onderzoeken. We hebben ook gezien dus dat men zo netjes omgaat met het water daar. Dat hebben we direct besproken. Dat we er alles aan zullen doen dat ze die dingen krijgen, maar dat dat niet kan. Dus dat ze ook de hand in eigen boezem moeten steken en die moeten vermorsen. Okay, hoe is het met voorlichting? Zal er een unit zijn die de mensen gaat voorlichten hoe om te gaan met het water? Dus, in het kader van de wijziging van de tarieven voor zowel elektriciteit als water, willen we ook die voorlichting brengen. De voorlichtingsactiviteiten beginnen maandag aanstaande en ook de districten zullen worden meegenomen. Men moet weten dus dat je het verbruik in je eigen handen hebt en ook dus je rekening in je eigen handen hebt. Want uiteindelijk gaat het erom dat de subsidie naar de nutsbedrijven afgebouwd moet worden en dat we moeten gaan naar 1. Betrouwbare nutsvoorzieningen, 2. Nutsvoorzieningen in de toekomst garanderen en 3. Dat we minder verspillen. Minister Dodson is donderdag een kennismakingsbezoek aan de westelijk gelegen districten begonnen. Na donderdag Saramakka en Koroni te hebben aangedaan, zijn voor Nikeri 2 dagen uitgetrokken om alle afdelingen die onder zijn ministerie vallen te bezoeken. De bewindsman, die vergezeld is van zijn onderdirecteur Valerie Lalji en stafmedewerkers van de Geologische Mijnbouwkundige Dienst, keert morgen terug naar Paramaribo. Het ministerie van Financiën ontkent dat de betalingsachterstand bij particulieren die reçus hebben ingediend ruim 3 miljard SRD bedraagt, zoals de Ware Tijd maandag berichtte. Het gaat om de helft minder dat nog uitbetaald moet worden, staat in een persbericht. Aan openstaande reçus is op het ministerie van Financiën 1,4 miljard SRD aangetroffen. Het getal dat in de berichtgeving circuleert is volledig uit de duim gezogen en kan alleen maar dienen om verwarring te zaaien, aldus Financiën. Volgens assembleelid Aziz Kumar Gayadin van de VHP, die de regering over de reçu-affaire wil interpelleren, zorgt het ministerie met zijn bericht voor nog meer verwarring in plaats van helderheid te geven. Hij zegt woensdag deze kwestie in het gebouw van het parlement summier te hebben besproken met minister van Financiën Gilmore Hoefdraad. Die zou daarbij hebben laten doorschemeren dat er wel problemen zijn met bepaalde reçus, maar dat de genoemde aantallen niet kloppen. Het zou gaan om ongeveer 1,4 miljard SRD. Gayadin voert aan dat Hoefdraad recentelijk informatie aan het parlement heeft verstrekt, waaruit blijkt dat de betalingsachterstand 1 miljard SRD zou zijn. Nu is het ineens gestegen naar 1,4 miljard SRD. Hij blijft bij zijn verzoek aan het parlement om de regering uit te nodigen duidelijkheid te geven over de staatsfinanciën. Het ministerie zegt al in een vroeg stadium van de nieuwe regering
en mede in het kader van het gereed brengen van de begroting 2016 en de gewijzigde begroting van 2015 betalingsachterstanden te hebben geïnventariseerd en gestructureerd. Tevens is een crashprogramma opgezet om de uitgavendiscipline te versterken. Er is daarnaast een plan opgezet om betalingsachterstanden zoveel mogelijk in te lopen voor het einde van het jaar. Wat een helikopter van Hijjet gistermorgen op het Volksplein deed met zwaar gewapende mannen is nog onduidelijk voor het lokaal bestuur. Nog districtscommissaris Witprakash Julum Singh, nog de commandant regio West, hoofdinspecteur Vijay Kumar Udit, waren op de hoogte gesteld over de komst van de heli. Om eerlijk te zijn, ik draag er geen kennis van. Ik ging ervan uit dat een gewapende macht bezig was met een oefening. Maar ik heb hier en daar mijn gevoelhorens uitgestoken. En weet ik niet wat de aanwezigheid van de heli hier heeft betekend. De politie draagt er geen kennis van. Maar desalniettemin heb ik nu de recherche erop afgestuurd. De heli is inmiddels vertrokken. Maar het moeten Surinamers zijn, misschien een bedrijf. Maar de recherche is nu bezig met het onderzoek. En zo gauw we resultaten hebben, dan gaan we u melden wie die mensen waren en met welk doel ze Nikiri hebben aangedaan. We hebben ook begrepen dat de districtscommissaris zich ook met u verstaan heeft. Is het omdat hij ook dat gezien zou hebben, want de helikopter stond voor zijn werkplek? Inderdaad, de DC is de autoriteit. Hij is de man van het district. En als hij informatie nodig heeft, dan gaat hij sowieso terugkoppelen met de politie. Want het vermoeden bestaat dat hij ook niet in kennis is gesteld over de aanwezigheid van de heli. Hoe kan dat zo gebeuren? Er komt een heli naar Nikiri, landt op een sportveld. De autoriteiten van het district, geen officiële landingsplaats, inderdaad. En de autoriteiten van het district zijn niet op de hoogte. Bent u ook niet door de luchtvaartdienst op de hoogte gesteld? Nee, volgens mijn informaties, toen de heli hier is geland, zijn er mannen daar gezien, vermoedelijk mannen van de brandweer. De heli is ook hier getankt, dus met die informaties gaan we nu onderzoeken van waar die heli gekomen is, wie die mensen zijn geweest. En ik denk wel dat het een Surinaamse aangelegenheid is. Mag een heli zonder toestemming van de luchtvaartdienst hier landen? Nu weet ik niet of de luchtvaartdienst toestemming heeft gegeven of niet. Omdat ik niet op de hoogte ben gebracht door de luchtvaartdienst. Aldus de commandant regio West die zegt niet te weten wat de aanwezigheid van de helikopter met zwaar bewapende mannen te betekenen had op het Volksplein gistermorgen. De vaste commissie Milieu en Klimaatverandering in het parlement spant zich in om de Milieuraamwet voor eind 2017 in werking te hebben. Nadat in 2002 het eerste concept was ingediend bij de Raad van Ministers, volgden er verschillende andere versies. Het lijkt erop dat er nu serieus aan gewerkt wordt. Als het aan commissievoorzitter André Misikaba ligt, wordt de wet medio 2016 al ingevoerd, eventueel via een initiatiefwet van de commissie zelf. We praten al 100 jaar erover. Als we ervan uitgaan dat milieu ons leven is, kunnen we zo niet verder gaan anders wie Godede. No more monkey business met ons milieu. Hij sprak vrijdag bij de ondertekening van een samenwerkingsovereenkomst tussen de commissie, het Nationaal Instituut voor Milieu en Ontwikkeling in Suriname en Conservation International Suriname. Met deze samenwerking willen partijen bereiken dat het milieu van Suriname beschermd wordt. John Goedschalk, directeur van Conservation International, zegt dat de samenwerking voor 5 jaar is uitgestippeld. In die periode zullen onder andere workshops en trainingen verzorgd worden. De invoering van de Milieuraamwet wordt gezien als basis en heeft daarom de meeste aandacht. De bedoeling van deze wet is om alles over milieuvraagstukken in zijn algemeenheid te regelen met daarna specifieke wetgeving,
zoals de wetten statiegeld op drankverpakking, tarieven afvalstoffen en onderhoudrioleringsstelsel die al gereed zijn voor behandeling in het parlement. Kijkers en luisteraars, tot zover de binnenlandse berichten.